besluit genomen over sportpark De Voskuil. Betekent dat dat het nu ook gelijk gerealiseerd kan gaan worden? Nou, we gaan nog meemaken in de ALV's hoe daar gaat aflopen, eind januari. Bij de sportverenigingen? De sportverenigingen. En daarna hebben we natuurlijk nog een heel proces te doen met aanbestedingen, uitwerkingen. Dus dat wordt nog heel hard doorwerken voor de sportverenigingen, maar ook voor de gemeente. Wat gaat er allemaal gebeuren op het sportpark? Nou, we gaan een aantal velden verplaatsen door de fusie van de voetbalvereniging. De golf gaat van de zuidpunt naar de noordpunt wat meer en krijgt ook een eigen veld daarmee. En hoeft dus niet meer te golven op de voetbalvelden. En, dat... en ook een aantal nieuwe korfbalvelden, in ieder geval kunstgras. En ook nieuwe korfbalvelden. Dus eigenlijk zijn er heel veel winnaars bij deze grote herstructurering. Dus we zijn er heel erg blij mee. Het is een samenwerking tussen de gemeente en de verenigingen. Waarbij het erop neerkomt dat de financiering in principe geregeld moet worden door de sportverenigingen. En de exploitatie, dus het uiteindelijke betalen daarvan, gezamenlijk gebeurt met de verenigingen en de gemeente. Ja, het is zo dat de verenigingen gaan de leningen aan en doen de aanbestedingen. En de gemeente draagt bij in de exploitatie elk jaar op de begroting. Waarbij er niet meer meewerkt voor de schuldreductie. En nu is het dus aan de verenigingen om ook in te stemmen met dit plan en om die leningen voor elkaar te krijgen. Juist, dat is inderdaad hoe je het samen kunt vatten.